in the water, million miles below. Radio 538. Nou, ik vind het echt, echt kippenvel gewoon. Iedere keer. En prachtig, wij zijn niet de enige, want in heel Nederland komen er... vanuit heel Nederland komen er berichtjes binnen dat mensen dit echt heel erg mooi vinden. En zijn stem en de hele... Het is gewoon helemaal compleet met Niels. Het is wel even wennen, hè? Dat tegenwoordig dat er dan even een stukje... Dat even een stukje gelopen wordt. Ja, Niels, nou, bij deze even... Wow. Goed hoor. Echt heel erg tof. Hey, en nou is ons programma natuurlijk wel ietsjes veranderd. Ja. Maar boys will be boys. En dat betekent... De 538 vragen die niemand durft te stellen. Oh, ja. Jullie hebben tot 12 uur, hè? Nee. De 538, ja. Het scheelt... Je gaat Doe mij maar een biertje in hangen. Het scheelt, je hoeft er maar 3 te beantwoorden. Oh. Maar dan mag je zelf kiezen welke. Dus als je eens begint met een getal tussen de 1 en de 538. 4. 4. Heb je wel eens in bed geplast? Nou ja, vast wel toch? Dat moet ik even aan mijn ouders vragen. Nou, ik kan me stilligheid zeggen dat dat wel gebeurd is, ja. Maar niet recentelijk. Niet onlangs, nee. Okay. En je noem nog eens een getal? 112. 112. Hoe vaak... Oh, dat vind ik een leuke. Hoe vaak kijk je naar porno? Porno. 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 Nou, ja, geregeld. Ja, wel, gewoon, af en toe. Af en toe, gewoon... Ja, je wordt ook wel met dood gegooid, dus je ontkomt er ook niet aan. Nee, dat is waar. Het is niet dat ik altijd aan denk, maar dan denk ik, ja, eens even checken. Je surft er langs of zo. Ja, en zoals dat toch gaat als je een man bent, hè. Je begint heel beschaafd op gewoon een weblog of zo... en je eindigt weer toch in de duistere krochten van het internet. Zit je toch op een actualiteitssite en uiteindelijk denk je, hoe ben ik hier terechtgekomen? Meestal via Miley Cyrus. Maar nog één cijfertje, Niels. 333. 333. Even kijken, wat staat daar? 333. Oh, dat is een leuke. Over welke bekende persoon heb je wel eens gefantaseerd? Lang geleden toen ik tiener was ik een onwijs fan van Jewel.
Oh ja, Jewel, ja. Bloedmooi en ja, hele grote kwaliteiten. Daar had ik ook, want misschien ben je daar of jonger voor, of doordat ik de laatste jaren dan zelf muzikant ben. Ik ben niet zo van de posters boven mijn bed of zo. Nee. Maar voor Jewel maakte ik er graag een uitzondering. Ja, ja. Oké. Nou, je hebt je er prima doorheen geslagen, nou, hoor. Vond ik ook, ja. Drie vragen zijn uit de 538. ik zal dit keer goed zeggen. Het album Lines is altijd verkrijgbaar. Staat op iTunes overal te checken. Daar staat ook de track die je net hebt gedaan op. En Take Your Time ook. Take Your Time ook. Wat gaat 2014 brengen voor jou, Niels? Nou, veel schrijven. Ik wil wel weer gaan schrijven. Dus dat ben ik nu een beetje aan het doen. Maar ook vooral veel spelen. Dat heb ik natuurlijk te danken aan de afgelopen maanden. Aan de airplay op radio en de populariteit van het liedje. Dat ik gelukkig heel veel aanvragen krijg voor dit jaar. Dus festivalseizoen. Ik ga maart en april de clubs weer in met mijn eigen band. Wauw. Dus dat staat op mijn site, alle data waar ik naartoe ga en zo. En en goed, als dat kind gewoon goed volgroeit, dan is dat natuurlijk op voorhand al, als dat gezond op de wereld komt, het hoogtepunt van 2014. Dus mijn jaar kan dan niet meer stuk, joh. Het wordt een te gek jaar. Heel veel plezier met het vaderschap vooral. Nou, want dat wordt natuurlijk wel een van de mooiste momenten. Ja, ik heb wel begrepen dat ik vooral nu moet genieten van mijn uitslaapsessies. Ja. Ja, je moet het er nu van nemen. Want straks dan is het klaar waarschijnlijk. Nee, dat denk ik ook niet. Maar dan moet je maar even bij de man van Hannelore checken. Hoe dat precies, hoe zwaar dat nou, dan ik was er van de week. Ja, die kunnen wel een kuuroortje gebruiken volgens mij. Hey Niels, als er nieuwe tracks zijn, nieuwe dingen, kom snel weer een keer bij ons terug. Graag. We vonden het heel fijn om je te hebben. En ik wil nog één keer een heel groot studioapplaus voor Niels Geuzen! Yeah.